ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag een cash-tuff video voor de gezamenlijke portemonnee. Ik heb koopzegels ingewisseld en ik heb daarmee 50 euro gepint. Het zijn niet de lekkerste briefjes die je ooit hebt gezien. En ik ga beginnen om deze te vullen, vol te maken, whatever. Daar moest nog 20 in. Laten we daar gewoon maar meteen 2... Ik dan zou er 4 tientjes in moeten zitten. 5 tientjes en 3 vijfjes. 4 vijfjes. Zo. 1, 2, 3, 4. 4 vijfjes. Dat klopt. Maar dat is ook een 20-je. Twee tientjes, nog een tientje. In totaal 70. 20, 40, 50. 60, 70. Dan is deze vol. Yay. En dan gaat deze er ook meteen uit. Want dit is voor de lunch in Portugal. Snappen het nog? Nee. Boodschappen bulk zit niet zo heel veel meer in. Maar wel genoeg huishoud zit niks in. Daar doen we een tientje in. 2 vijfjes doe ik wel even in. Dat ik hier niks voor opgeschreven. Dat is super handig. Dit is vaatwasser, denk ik. Ja, dat hebben we in principe nu niet echt nodig. In koffie zit 5. Dat is eigenlijk ook niet per se nu nodig. Wel, weet ik niet. Maybe. Ik denk dat ik hier 5 in ga doen. 4. En 1. Dat is niet waar, maar dat maakt niet uit. Kan je beter die 10 dan doen? Gummy. Dan zou er 25 in moeten zitten. En dat is nu ook zo. Dan ga ik 5 euro in koffie doen. Stop ik dan een tientje in. Kleur ik dan 5-je. En ik twijfel een beetje, want ik moet mezelf nog in dingen terugbetalen. Dus ik denk dat ik dat beter kan doen met die laatste 10 euro. Ik denk dat ik dat ga doen. Ja. Dit was echt al een hele mini cash-stuffing video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En tot ziens. Of zo. Oh, dus zo mini. Nou ja. Sorry. Maar... leuk jullie zin te hebben. Ja. Misschien dat ik tussendoor nog een keer een klein stukje van statiegeld kan vullen. Maar morgen niet, want morgen ga ik mijn statiegeld gewoon netjes inleveren, tenzij ik het vergeet. Bedankt voor het kijken, tot volgende keer en tot ziens. Bye!